Wist je dat paarden in het buitenland nog steeds heel slecht behandeld worden en soms zelfs mishandeld worden? Nou, gelukkig heb ik vandaag een afspraak met de Stichting Viervoeters en die zetten zich in voor het welzijn van deze dieren. En hoe ze dat precies doen, daar ga ik vandaag achter komen. Ines, jij bent van de Stichting Viervoeters. Leg mij uit, wat is de Stichting Viervoeters? Wij zijn een internationale dierenwelzijnorganisatie, gestart in Wenen 27 jaar geleden. En wij houden ons bezig op heel veel verschillende gebieden van dierenwelzijn. Jullie hebben ook meerdere projecten met paarden, waarvan één in Roemenië. Kun je daar iets meer over vertellen? Er leven in Roemenië een groep van 500 wilde paarden. En wij zijn er in 2011 eigenlijk bijgehaald omdat het probleem was dat die groep groeit en groeit en groeit. Dat vormt een bedreiging voor de flora en fauna in het gebied. En eigenlijk de enige oplossing van de Roemeense autoriteiten was om deze dieren af te schieten. Ja. En dat is zonde. En wat we daar nu doen is dat we de merries eigenlijk een soort prikpil geven die een jaar geldig is. Hebben jullie ook nog andere projecten voor deze paarden? Voor deze paarden, die houden we in de gaten. Dus we gaan regelmatig het gebied binnen met dierenartsen om te kijken of het goed gaat. Oh, en voor ik het vergeet, volgens mij wil jij nog wat vragen aan de kijker, toch? Ja, er zijn op dit moment al 100 merries hebben een prikpil. Dat moet betaald worden. Prikpil kost ongeveer €20. Wij zijn altijd heel erg blij met iedereen die ons financieel wil helpen voor dit project of voor een van onze andere projecten. Oké. Ines, mag ik je ontzettend bedanken voor deze informatie? Ik heb het heel graag gedaan. En als jij thuis nog meer informatie wil, check even de website.